staan. Met elkaar zijn wij nooit te verslaan. Kom ga staan. Met elkaar zijn wij nooit te verslaan. Sjaan, hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit nummer op te gaan nemen? Social media. Ik had Jochem Vergelder op social media, op Facebook. En ja, Jochem is nogal vrij positief over alles, over het hele leven. En ik ben eigenlijk het tegenovergestelde. En wij kwamen een klein beetje, niet een conflict, op een leuk conflict. En toen nodig ik hem uit van, zullen we samen dan een lied maken over ons clubje? Nou, ik kreeg een privéberichtje en hij kwam met het idee van SOS Alba, ja, vrij toepasselijk. Nee, ik had dan de erfenis, maar het is toch een positieve inslag gegeven. En het is SOS geworden van Alba. En was het na de blamage tegen Roda JC? Ja, nadat alles geëscaleerd is. Ik denk dat het er vrij overtrokken is allemaal. Tuurlijk, het is nooit goed te praten dat er... Dat mensen spelers aanraken en toestanden. Maar als ik denk dat burgemeester Bruls met een boordje de Waalbrug gaat afbreken. Ik denk dat er dan ook mensen met bierblikjes gaan gooien. En dan moet je eigenlijk een beetje vergelijken. NIC is de Waalbrug en als ze eraan komen. Je hebt er niet alles voor over. Ja, dan slaan er bij sommigen de stoppen door. Wat niet goed te praten is. Waren de emoties van dat moment? Ja, absoluut. Want ik heb ook andere mensen op een andere manier emoties zien uit. Dus zoals Daniel Hafner. Die man stond echt te huilen dat zijn club naar de kloten gaat. En dat is de andere kant. Kom ga staan. Met elkaar zijn wij nooit te verslaan. Schelendaan, jij hebt deze tranentrekker geschreven. Je bent zelf tot tranen toegeroerd tijdens het zingen, zag ik net. Ja. Voor mij was het natuurlijk ook echt waarheidsgetrouw wat erin staat. Want ik kwam vroeger als een klein mannetje bij die waanzinnige mooie grote Goffert. En we wilden toch wel iets melodramisch in het liedje laten zien, laten horen. En ik kreeg er zelf op een gegeven moment een beetje kippenvel van, ja. Ik niet alleen hoor, wij met z'n allen. Want we hebben natuurlijk wat met die club. Ieder op zijn eigen manier. Ja, en dan trekken wij ons dat wel aan als er toch wat figuren zijn die dan voor heel veel negativiteit zorgen. En wij willen graag positiviteit laten zien. Want er zijn heel veel, de overhand zelfs, de meerderheid zelfs, gewone supporters die de club een warm hart toedragen. En ik hoop dat wij het op deze manier een beetje kunnen vertegenwoordigen. Die grote groep. En je hebt deze tekst samen geschreven met iemand anders? Ja, het liedje kwam van Jochem. Sjaan Knipping is altijd een inspirator voor mij geweest. Zeker vanwege het feit dat hij waanzinnig dom kan lullen. En geintje. Nee, maar in ieder geval, Sjaan had een opzet gemaakt. En ik heb mijn gevoel geprobeerd erin te leggen. En wat coupletten gewijzigd. En ja, uiteindelijk denk ik dat we een mooi product hebben met z'n allen. Ja. En je hoopt dat zondag het hele stadion mee staat te zingen? Dat hoop ik, maar wij weten ook wel dat het bepaalde processen zijn. En wij willen de positiviteit, het ruggensteuntje zijn om uiteindelijk succes te behalen. En het zou natuurlijk geweldig zijn als dat hele stadion mee gaat zingen. Maar ik vind het veel belangrijker dat ze gewoon achter die ploeg blijven staan. Want daar gaan we. Kom gaan staan, met elkaar zijn wij nooit te verslaan. Kom gaan staan.